Deze organisatie richt zich op het ontwikkelen van innovatieve projecten in de sport- en gezondheidszorg. Welk project hebben ze onlangs gelanceerd? Kinetic Analysis is een bedrijf die zich focust op innovatieve projecten in sport- en gezondheidszorg. Een voorbeeld daarvan is het WEL-project. En in het WEL kijken we hoe we mensen met diabetes type 2 een betere controle kunnen geven over hun eigen leven. Goed te slapen en dat te combineren. Dit staat voor Diabetes and WELLbeing. En stoelt zich eigenlijk op vier belangrijke pijlers. Bewegen, voeding, welzijn en educatie. Als het project afloopt, dan willen we dat toch voortzetten in de toekomst. En daarvoor hebben we een community app ontwikkeld. Die heet Vital Community Challenge. Daarin kunnen mensen eigenlijk door heel Europa terecht om te kijken wat is het lokale aanbod. En die wereld, die linken we aan een online community van mensen die elkaar weten te vinden en met elkaar aan persoonlijke doelen willen werken. Wat de app oplost, is dat de diabetici terechtkomen bij de activiteitenaanbieders die hen gaan helpen met het controle krijgen over hun eigen leven. We zien in deze tijd meer en meer dat bewegen, gezond eten, eigenlijk een overal gezondere leefstijl essentieel is. En ook in het WEL-programma aan de diabetici, maar ook daarna ook aan de algehele community, omdat we weten dat gezond leven eigenlijk voor iedereen essentieel is. Het doel van het project is om verschillende communities vitaal te krijgen. En die communities die lopen uiteen van bedrijven tot en met steden. En wat we ook in de toekomst gaan doen is dat we dat lokale offline aanbod bundelen in een mobiele applicatie. En dat we dat combineren met online activiteiten en community building. Dit, wat we hier in de regio Breda hebben ontwikkeld, samen met het internationale team, dat we dat kunnen gaan uitrollen over Europa.